Senioren in Wijchen repeteren al wekenlang voor hun eigen dansvoorstelling in Theater Het Mozaïek. De Cubaanse dans Danson wordt hier geoefend om uiteindelijk op 5 mei tentoon te stellen in hetzelfde theater. De repetities zijn onderdeel van het project De Gouden Dans. Volgens Lisbeth Otte, directrice van het project, wordt er iets moois gecreëerd. Vrijdagochtend was Otte aanwezig bij de repetities. Gouden dans betekent dat we in samenwerking met een schouwburg. Uh, lokaal, dus lokaal, een voorstelling maken in vier maanden tijd. met een groep ouderen. En dat kunnen er maximaal 40 zijn. Dat zijn er doorgaans zo 35. En dan repeteren we 's ochtends. En bijvoorbeeld smiddags repeteren we met de groep. En aan het eind, de laatste drie, vier, vijf repetities. brengen we de boel samen op het toneel en maken we het geheel af. We zijn pas vier, vijf weken hier onderweg. Hè? Dus dit is een van de eerste repetities. Um, ik denk dat dat heel goed gaat. Daar komt straks iets heel bijzonders uit. Ja, dat, dat verwacht ik zeker. Stop. Zij, sluit, Zij, sluit, staan. Mariette Moren van den Bomen, directeur van het Mosaïek, was ook aanwezig bij de repetitie. Zij kwam in september in contact met Liesbeth over de realisatie van de Gouden Dans. Waarna zij direct enthousiast werd om het project te faciliteren. Nou, het mooie is dat het niet alleen ouderen zijn die in een isolement zitten. Het is echt een mix van. En het is mooi om te zien dat je mensen samen kunt brengen. Waarbij de een de ander iets brengt ja, waar de ander behoefte aan heeft. Maar dat zal omgekeerd ook het geval zijn. Het is, het is een, een wissel. Van uh, nou, synergie uh, die er gebeurt als mensen elkaar ontmoeten. En hoe mooi is het als je dat kunt uh, faciliteren? De grap van het project is, is dat er mensen meedoen die uh, een heel druk sociaal leven hebben en mensen meedoen die een veel minder druk sociaal leven hebben. En die breng je bij elkaar en die delen met elkaar iets. Uh, maken nieuwe vriendschappen, leren nieuwe dingen samen. Nou, ik, uh, ja, ik vind het ontzettend mooi om te zien hoe zij in zo'n korte tijd, ze zijn pas net bezig, al de eerste uh, stapjes gezet hebben richting uh, voorstelling. En ik heb ze ook al een aantal keren gesproken. Ze vinden het enorm spannend. Want wat gaat het worden? Waar gaat het naartoe? En je ziet dat zo toch iedere voorstelling zijn eigen authentieke identiteit heeft. Dus over de verschillende plekken in Nederland waar dit project nu draait. Zul je zien dat iedere voorstelling ook echt een hele persoonlijke stempel krijgt. Welzijnsorganisatie meer voor elkaar ondersteunt het project van achter de schermen. Directeur Annette Nijhuis ziet nog wel een klein verbeterpuntje. Meer mannelijke. Het was mooier geweest als er iets meer, als er bijvoorbeeld een stuk of tien mannen waren geweest. Hadden ook zij elkaar kunnen ontmoeten. In wat anders dan alleen maar een keer een kaartje leggen of biljarten. En dit is echt wat anders, en dat vind ik wel heel erg mooi.